Werken naar orgaantransplantatie is in de regel weer mogelijk. Maar of het daadwerkelijk gebeurt, hangt af van veel factoren. Dat zijn persoonlijke factoren, denk dan aan de sociale context of iemand moet zorgen voor kinderen. Dat hangt af van lichamelijke factoren, de orgaanfunctie of iemand nog klachten heeft of andere ziektes die meespelen. En dat hangt uiteraard ook af van het type werk wat gedaan wordt. Fysiek zwaar werk of juist niet, zoals bijvoorbeeld bureauwerk. Er zijn een aantal aandachtspunten voor patiënten na orgaantransplantatie, waarbij je op verschillende vlakken een vergelijking kunt maken met andere kwetsbare groepen werkenden, bijvoorbeeld met zwangeren. Een groot verschil is dat voor zwangeren veel wettelijke regelingen gelden. Voor het werken met giftige stoffen geldt dat een bedrijfsarts vaak een afweging maakt wat het risico is om te werken met die giftige stoffen. Patiënten met een orgaantransplantatie zijn al kwetsbaar. En als ze dan werken met giftige stoffen die bijvoorbeeld de lever of de nier of de longen kunnen aantasten, dan is dat voor de bedrijfsarts een zogeheten stapelend risico en kan het reden zijn om ander werk te doen of om maatregelen te nemen om het risico te verminderen. Voor de meeste organen geldt 6 tot 8 weken rustig aandoen tot de wonden goed genezen zijn. Nadien zijn er geen beperkingen, maar rustig opbouwen op geleide van wat de patiënt aan kan. Vooral jongeren zullen meer reserve hebben en sneller fysiek zwaar werk kunnen doen dan ouderen. Maar er is wel veel overlap. Het gebruik van medicijnen leidt niet tot beperkingen in het werk, zolang gegarandeerd kan worden dat de medicijnen ook op het juiste tijdstip worden ingenomen. Medicijngebruik zelf is ook geen reden om niet te werken, maar het kan zijn dat voor bepaalde beroepen geldt dat je een medische keuring moet ondergaan en dat het gebruik van die medicijnen daarbij belemmerend kan zijn. Alle patiënten na orgaantransplantatie zijn extra kwetsbaar voor infecties. Als het werk inhoudt dat je regelmatig in aanmerking komt met zieke mensen, zoals bijvoorbeeld in de zorg of op een kinderdagverblijf, dan is het verstandig om met de bedrijfsarts af te stemmen of er organisatorisch maatregelen genomen kunnen worden op specifieke momenten. Denk aan een functie elders bij een uitbraak van een ziekte, bijvoorbeeld zoals griep. Uiteraard zijn persoonlijke hygiëne en beschermingsmaatregelen van belang. Maar realiseer je dat ook buiten het werk je besmet kunt raken. Uiteraard wordt voor deze groep extra benadrukt om beschermende vaccinaties te nemen, zoals een COVID-vaccinatie, influenza of eventueel tegen hepatitis B of A. In sommige sectoren kan onregelmatig werk de norm zijn. Ook dat is mogelijk na orgaantransplantatie, zolang, zoals eerder gezegd, op het juiste tijdstip de medicatie kan worden ingenomen. Indien de werknemer zich zorgen maakt over de gezondheidsrisico's van onregelmatig werken, kan samen met de bedrijfsarts gekeken worden naar een passende oplossing.